Ondanks alle proteststemmen is het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs gestegen naar €890. Dat is €270 meer dan het vroegere €620. Volgens Anne de Pape, rector van de UGent, waren de onderwijsinstellingen zelf daar geen vragende partij voor. Hoewel we dit nog altijd betreuren, eigenlijk dat verhoging van inschrijvingsgeld gekoppeld wordt aan een besparingsoefening, dat we toch opgelucht zijn dat het al bij al binnen de perken is gebleven. Dus het bedrag is onder de €1000, daar waar initieel er signalen waren dat dit nog hoger zou zijn. De minder kapitaalkrachtige gezinnen worden toch nog zoveel mogelijk gespaard. Zo zal er voor beursstudenten die nu €105 betalen, niks veranderen. De bijlandbeurstarieven zullen licht stijgen, maar voor een grotere groep studenten beschikbaar zijn. Ik ben toch wel bezorgd dat er ook mensen zullen zijn voor wie dit wel hard zal aankomen. Mensen die net qua inkomen buiten de categorie vallen, die kan beroep doen op een studiebeurs of zelfs ook op een bijna beurs. De extra €270 die elke student betaalt, zal wel nog steeds in het belang van de studenten zelf geïnvesteerd worden, garandeert de rector. Dus de meerinkomst die wij gaan hebben van onze, dus van de verhoging van de studiegelden, gaan we heel specifiek inzetten. Enerzijds op het verder ondersteunen van alles wat met onderwijs en kwaliteit van onderwijs heeft te maken. Dus dat gaat echt wel rechtstreeks ten goede komen aan de student. En dat is bijvoorbeeld inzetten op onze extra professoren. We moeten ook verder inzetten, dat is dan een tweede post, op alles wat te maken heeft met de omkadering, dus de infrastructuur voor onze studenten. En dan in derde instantie gaan we proberen extra in te zetten op die sociale voorzieningen. Dat wil dus zeggen, we gaan de prijzen van de studentenmaaltijden, daar gaan we niet aan raken. Van onze studentenbehuizing gaan we niet aan raken. De verhoging van het inschrijvingsgeld stoot heel wat jongerenorganisaties tegen de borst. Ze vinden dit een bedreiging voor hun toekomst en komen op straat om te protesteren. Deze betoging is gestart geweest door verschillende scholieren en actiecomitees. Er zijn er actief op Sint-Lucas, er zijn er actief op de Wingerd, op de Voskuslaan, op de hotelschool. Er zijn gigantisch veel scholieren in Gent die hier vandaag zijn en die het tegendeel bewijzen. Die bewijzen dat zij weten dat besparing, dat over hun toekomst gaat. Dat er gespeeld wordt met hun toekomst. Dat besparingen op onderwijs, maar ook op kinderbijslag enzovoort, dat dat een aanslag is op hun rechten en op hun toekomst. Want er is toch niets te maken. Scholieren, studenten, samen stil. Tegen besparingen, voor meer werk. Ik ben naar hier gekomen omdat wij het verzet tegen de besparingen in het hoger onderwijs, specifiek maar in het algemeen besparingen, willen tegenhouden. Wij zijn eigenlijk in solidariteit met de scholieren aan het meebetogen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Dus we willen het inschrijvingsgeld verhogen en daar zijn we helemaal niet bij akkoord. Want iedereen moet een kans hebben om een goede toekomst uit te bouwen, ook al heb je niet genoeg geld.